Hartelijk welkom op deze muziekavond, u die aanwezig bent en u die meekijkt. Er zijn wel enkele opmerkingen. De coronablazers, nee, de koperblazers. Kijk, de Freudiaanse verspreking. De koperblazers hebben vanwege de corona afgezien van het blazen. Vanavond. En er is nog een opmerking over het programma. Komt alle tezamen en kniel aan uw kribben neer. Wat verderop in het programma is omgekeerd. Dus het begint met kniel aan uw kribben neer. En dan zingt door Eendracht Verbonden. Komt alle tezamen. Het kwartet. Hè? Ik zag zoveel verschillende muziekinstrumenten. En zoveel enthousiaste muzikanten. Ik wist gelijk wat ik zou lezen en wat ik zou zeggen. En mijn grote wens is dat wij vanavond de Heere eren. En dat wil ik u ook vragen in uw zang, om het voor de Heere te doen. En in uw spelen. En dat we daarin onze hoogste vreugde mogen beleven. Zullen we met elkaar om een zegen vragen? Laten we bidden. Heere, genadige en barmhartige God, het is bijna kerst. En als we zo leven naar kerstfeest, dan vult ons hart zich met verwondering dat u in uw eindeloze goedheid uw enige Zoon, de Heer Jezus, gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat u, Heer Jezus, in ons leven binnenkwam, zo kwetsbaar als een babytje, te midden van onze dreiging en onze ziekte en onze ellende, kwam u. God werd mens. U kwam om onze verloren wereld te redden. Redding bracht u. En uw wonderlijke plan begon hier op aarde, op het kerstfeest. En als we dan nu met elkaar u de eer gaan toebrengen, vanwege deze onuitsprekelijke genade, dat de God groter dan dat we ons ooit zouden kunnen voorstellen, zo klein werd, zo nederig. En dat u dat deed voor ons. En als we dat zo beleven met elkaar en u de eer brengen in ons zingen en spelen en in ons luisteren zelfs, vervulde ons hart met die blijdschap die nooit meer weggaat. Zegen zo deze avond. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb twee schriftlezingen gekozen over de herders uit Lucas 2, vers 8 tot 20 en Psalm 150. Even kijken, ik hoor allemaal. Lucas 2. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is. De zaligmaker in de stad van David, hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbaar. In mensen een welbaar. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten we dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was.
En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Ze waren getuigen geworden, ze hadden het gezien. Ik lees ook Psalm 150. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. En, ja, dat mag niet. Dat deden die Joden. Die gingen met rijdans zo door de synagoge. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Daar begint het mee en daar eindigt het mee. Prijs de Heere. Ja, de Zoon van God werd geboren in een stal en neergelegd in een voederbak. En niemand wist het. De jaartelling begon en niemand wist het. God kwam als mens in deze wereld en niemand wist het. Onbegrijpelijk, hè? Alleen Maria in haar hart wist het, want die had met die engel Gabriël gesproken. En Jozef geloofde het, want een engel had het hem geopenbaard in de droom. Maar dat was het. Ik zou daarbij blijven. Nou, dat weten we wel natuurlijk. Hoe dat ging in Lucas 2 met die herders. Zomaar een nacht. Toen gebeurde er iets onwaarschijnlijks. Toen brak de hemel open en toen kwam er een ontzaglijke lichtgestalte uit de hemel. En die stond bam voor die herders. En die hadden ze nog nooit zoiets gezien. En die waren zeer bevreesd. En die engel zei, niet bang zijn. Ik verkondig u grote blijdschap. Die voor al het volk is. Al het volk. Voor al het volk. Hoor je het? Ja. Die engel die vertelde dat de zaligmaker die nacht was geboren in Bethlehem. Hè? Zo staat het er in Vers 11a, de zaligmaker. En namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Degene die je gelukkig maakt. Nu, wij leven in een wereld, we zoeken op allerlei manieren geluk. Om wat ons wat prettig te voelen. He, met kerst, hoe gaat het met kerst? Eten in huis. Ja, je mag geen familie meer uitnodigen, hoe ga je dat doen? Op allerlei manieren zoeken we onszelf gelukkig te maken met materieel. En nu is degene geboren die ons werkelijk gelukkig maakt. En dan, ja, het is natuurlijk schrijnend, maar het is ook humor, hè, van de hemel. Dit is het teken. Hieraan herken je de zaligmaker. Hieraan herken je het. Dat je gelukkig wordt. Hij ligt in een voerbak voor de dieren. In een krib. Engelen spraken met eenvoudige herders. Het waren hele gewone mensen. Dat is natuurlijk wel gelukkig vanavond, want ik zie allemaal hele gewone mensen. Dat betekent dat ik me op mijn gemak mag voelen, want ik ben zelf ook maar een gewoon mens. Maar God kwam niet voor bijzondere mensen. Niet voor mensen die nu iets hadden aan te dragen, die iets terug konden geven aan God. Als die engel nu verschenen was aan bijvoorbeeld aan Simeon, die had zijn hele leven de Heere verwacht, die had beloftes gekregen. Of aan Anna, dat was ook een vrouw, een vrome vrouw, maar herders, hè. Gewoon, nou ja,
het volk. Mensen, laat ik zeggen, met een LTS, dat is ik. Hele gewone mensen. Hè? De Heere verschijnt aan mensen, heel gewone mensen. En dan gaat die hemel nog verder open en dan komt dat ontzaglijke koor van hemelwezens, die gaat een lied zingen. Zo mooi, een wonderschoon lied voor het publiek wat geen cent op zak hebt. Nou, ik keek even vanavond hoeveel Marco Borsato kost. Als je Marco Borsato hier een half uurtje laat zingen, dan ben je bijna 30.000 euro kwijt. Ja, en nu staat daar een hemelkoor voor een stelletje armoedzaaiers te zingen. Een koor. Jullie waren geweldig hoor. Jullie zongen prachtig koor, ik heb het gehoord. Fantastisch, ik dacht, die kunnen het. Maar het gaat hier over engelen. Woorden, als hun zingen, dan vergeet je dat nooit meer. Een wijs, zo schoon, zo. Engelen zo. Ze zullen wel gerepeteerd hebben daar in de hemel, denk ik. Onbetaalbaar daar. Onbetaalbaar. God komt voor heel gewone mensen. Jezus ligt in een stal. Je hoeft niks mee te nemen vanavond. Hij komt voor u en voor jou. Geloof je dat nou? Of moet je nog vroom worden? Of iets bijzonders zijn? God kwam uit de hemel. Engelen zongen. Het gaat om hemelwezens waar we geen idee van hebben natuurlijk. Ze zongen, ja, eer is aan God, ze gingen God eer. Ze zongen zoiets ontzaglijks. En daarom, ja meneer Lutijn, ja, die echo van het lied klinkt natuurlijk nog verder. Het klinkt tot op de dag van vandaag. En daarom willen we dat evenaren. Iedere kerst zingen we zo mooi als we kunnen vanwege die engelen. Maar we hebben geen schijnvakantie natuurlijk. Dat begrijpt u. Hemelmuziek. Daarom las ik Psalm 150 erbij. Looft God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Laat alles wat adem heeft, de Heer, loven. Halleluja. Eer is aan God in de hoogte. Hij is echt gekomen. En hij bukt zo laag. Hij bukt zo laag. Hij is voor ons gekomen. De zaligmaker. Vrede op aarde. Vrede in je hart. Moet je nog zoveel? Stop er maar mee. Ga maar naar hem toe. En ontvang de vrede. Word gelukkig. Vanavond. Kijkers, word gelukkig. Ontvang de Heer Jezus. En hoe doe je dat? Heer Jezus, mag ik van u zijn? Met heel mijn hart, met heel mijn hebben en houden. Want ik wil zo graag gelukkig zijn. Nou, dan word je gelukkig hoor. Want als je dat aan hem vraagt, dan loopt hij niet voorbij. Zo is hij. In mensen een welbehagen. Zo wonderlijk. Dat God in zijn eindeloze barmhartigheid zijn zoon zond voor ons mensen die het iedere dag weer verprutsen. Die blijkbaar moeten zondigen om zichzelf staande te houden. Je hoeft maar iemand een beetje te beschuldigen van je was te laat op je werk. En dan, de brug stond open. Ja, God zond zijn zoon, zijn enige geboren zoon om alle schuld te dragen. Aan het kruis van Golgotha, opdat wij hoop zouden hebben. Kerstfeest is zo'n heerlijk feest van hoop en licht. De engelen zongen het schoonste lied dat het grootste wonder van de wereldgeschiedenis bezingt. God werd mens en God neemt het op voor jou en voor mij. Ja, ik mag niet, maar ik begrijp die rijdans wel. Hè? Je zou gaan huppelen gewoon als je dat allemaal leest. Daarom bent u hier vanavond. En is het grote verlangen van ons hart het mooiste te spelen en te zingen met allerlei instrumenten om die drie enige God te loven. Het begint hier en mag het eeuwig doorgaan. Laat alles
wat adem heeft. De Heere loven. Halleluja. Nu, dat was de meditatie. En we gaan nu verder met orgel en panfluit, begrijp ik. En dan verder zoals het programma aangeeft. Een hele gezegende avond.
Zo is deze, ik wil zeggen, dierbare avond weer aan zijn einde gekomen. Ik mag de aandacht nog vestigen op de digitale collecte. Dat is gewoon op hervormdsintanneland.nl en dan doorklikken. Digitale collecte, daar is apart een mogelijkheid om te collecteren voor deze avond, de helft voor woord en daad en de helft ter bestrijding van de onkosten. Nou is het zo dat, er was altijd de mogelijkheid voor een hapje en drankje, lees ik hier. En dat kan je nu, is dat waar, Aad, dat je dat af kan halen, een drankje? Dat was je vergeten. Ik red je, begrijp ik. Voor de zangers en de muzikanten. Nou, wat leuk. Hé? Goeie laai. Nou, al die... Die muzikanten natuurlijk, dank voor uw bijdrage. Eens even kijken of ik dat zo kan zeggen hoor. Natuurlijk door Eendracht Verbonden, het kwartet onder leiding van Jan Lutijnen. En die waren daar Rien Filius en Piet Mosselman. Even kijken of ik ze zo zie. Ja, daar zie ik ze hoor. En Jan van Dieke. En Koert Prien. Ze krijgen al wat. Die Leen Heijboer die speelde op het orgel voor jullie, hè? Heb ik dat goed? En dan ook hartelijk dank Cordé Bout. Die heeft Marco van der Lee en Rianne Timmerman begeleid. Ja. Heb ik dat ook goed gezien, Corné? Ja. Hartelijk dank. En de improvisatie heb ik gezien van Corné Kleppen. Mooi hoor. Het was erg mooi allemaal. En natuurlijk de
College van Kerkbeheer van de hervormde gemeentes in Arnhem, hartelijk dank. En natuurlijk Jan Polderman, die ons netjes heeft opgevangen. En het beeld en geluid van Jacco Heijboer en dochter. Geweldig hoor, dat je je vader assisteert. Anders zou het een rommeltje geworden zijn natuurlijk. Ja. Maar bovenal zullen we de Heer danken met elkaar. Heer, dank u dat wij in al onze gebrekkigheid de grootheid van dat wonder van kerst mogen bezingen in de mens een welbehagen, Heer. Dat is toch niet klein te krijgen in ons die maar aanzondigen. Voor ons bent u gekomen en dat is zo onvoorstelbaar heerlijk. Dank u wel, dank u wel. We hebben lang niet zo mooi gezongen als de engelen. Maar, Heer, u hebt het toch in ons hart gelegd. We hebben ons uiterste best gedaan. Dank u wel. Wilt u deze kerstdagen zegenen? Voor een ieder persoonlijk die meekijkt of meeluisterde. Dat die ontzaglijke boodschap van uw liefde voor ons persoonlijk mag worden. Opdat ons hart gevangen wordt door uw grote en tere liefde, Heer Jezus. U bent God, onze gerechtigheid. U bent God, onze redder van het dood en van het oordeel over onze zonde. En we prijzen uw grote en heerlijke naam. Dank u voor deze heerlijke ontmoeting vanavond. Heren, we zitten zo bij elkaar vanwege de coronacrisis. Maar wilt u alstublieft de macht van die crisis ook breken, zodat we weer voluit kerk mogen zijn met elkaar. Zegen zo uw hele kerk over de hele aarde. Deze kerstdag. We bidden dat uit genade in uw heilige naam, Heer Jezus. Amen. Ja, volgens mij rest mij niets te zeggen dan allen wel thuis. En hartelijk bedankt.